zien. Een boer zaaide zaad in zijn akker. Terwijl hij het uitstrooide, viel er wat zaad op de weg dat werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel wat zaad op rotsige grond. Maar toen de plantjes uitliepen, verdroogden ze door tekort aan water. Ook viel er zaad tussen de distels. En het zaad groeide op met de distels en werd verstikt. En er viel zaad in vruchtbare grond. De planten groeiden en droegen vrucht. Elk honderdvoudig. Meester, waarom vertelt u gelijkenissen als u in het openbaar spreekt? Jullie worden de geheimen van het koninkrijk van God toevertrouwd. Maar anderen horen het in gelijkenissen, zodat ze het zien zonder inzicht en horen zonder te begrijpen. Dit is wat de gelijkenis betekent. Het zaad is het woord van God. Het zaad dat op de weg viel, zijn zij die er naar luisteren. Maar dan komt de duivel en neemt alles weg uit hun hart, omdat hij niet wil dat ze het woord geloven en worden gered. Het zaad op de rotsige grond zijn zij die het woord horen en het blij ontvangen. Maar het schiet geen wortel. Ze geloven voor een tijdje. Maar als ze getest worden, vallen ze af. Het zaad dat tussen de distels viel, staat voor hen die luisteren. Maar zorgen, rijkdom of leven voor je plezier verstikken alles, zodat ze geen vrucht dragen. En dan het zaad in de goede grond. Dat staat voor hen die luisteren met een goed en eerlijk hart. Ze houden vol tot ze vrucht dragen.